De eerste helft van Telstar RKC op maandagavond had meer weg van een potje kaarten dan van een voetbalwedstrijd. Dit is de 7e minuut en Sander Duits mag er al met 2 keer geel vanaf. In de 3e minuut was het voor het eerst raak, nu voor een elleboogstoot. Zijn tweede gele prent in de openingsfase van de wedstrijd. RKC, de nummer 2 van de Jupiler League, nog maar met 10 man. Maar dan gaat ook Kevin Brands in de fout en na 25 minuten is het 10 tegen 10. Dennis Hichler heeft het er maar druk mee. Ook Brands naar de kant. Een gekke wedstrijd in het Tata Steel Stadion voor 1401 toeschouwers. Dit is de volgende rode in de tweede helft. Mag Mike Boulay er vanaf. 9 Witte Leeuwen tegen 10 van RKC. Vreemde pot voetbal. Overigens vielen er ook nog 6 andere kaarten. Gele in de eerste helft. Dit zijn beelden uit de 86e minuut. Dan begint het voetbal pas. En is het Robert Braber die RKC op voorsprong zet. Telstar won de laatste 3 wedstrijden in de Jupiler League. Maar gaat vandaag weer eens een keer verliezen. Deze bal belandt nog op de lat. Het was al te laat. Jacob Walcott raakt het aluminium. RKC wint een hele vreemde wedstrijd van Telstar 0-1.